Ja, welkom bij een nieuwe vlog. Ik ben op dit moment eigenlijk wat shotjes aan het opnemen voor mijn Amerikaanse vlog voor Amsterdam Comic Geek over Secret Wars. Ik ben namelijk deze bundel aan het herlezen. Even kijken, zo kun je hem wel redelijk zien. Met een Alex Ross cover. Die dan weer Mike's Zack cover heeft nageschilderd of overgeschilderd. Of hoe je dat ook wil noemen. En je ziet wel duidelijk wat verschillen in het artwork. Ik ben Secret Wars aan het herlezen. Vroeger lazen we het natuurlijk gewoon in de Junior Press versie. Geheime oorlogen heette dat. En ik weet nog wel dat ik bij Bart en René Visser vroeger deze comics heb besteld. Dat was namelijk het geval. Je kon soms nabestellen bij Junior Press, maar niet altijd. Niet alles hadden ze voorradig. En Bart en René Visser die verkocht comics. Die hadden een voorraad op de een of andere manier. En dan stuurde je een mailtje, of een brief eigenlijk, want mailtjes bestonden helemaal nog niet. En dan zeg je, nou, ik wil die en die bestellen. En dan zeiden ze, nou, dat kost dan zoveel. Dan stuurden ze het op, als je het geld had overgemaakt. Dus ik heb onder andere Geheime Oorlogen nummer 1 bij hun gekocht, omdat ik die niet in de lokale stripwinkel kon krijgen. En het was erg fijn dat het vroeger kon. En ik was toen heel erg blij ermee met dit eerste deel van Secret Wars. Want ik had daardoor de serie compleet. Bij Halloween Comic Fest een paar jaar geleden kreeg je opeens het eerste deel opnieuw uitgegeven. Ik denk omdat Marvel toen Secret Wars de sequel uit ging brengen. Want er is een sequel uitgekomen een paar jaar geleden. Een verhaal wat hetzelfde heet. Wat al een beetje anders is qua opzet. Maar ja, Marvel recycelt gewoon heel veel van zijn eigen ideeën ook. Maar het is leuk om die Nederlandse nog te hebben. Dit is echt mijn favoriete cover, denk ik, ook van de reeks. De Hulk, die. Kijken. Enorm, enorm gewicht op zijn rug draagt. De Hulk heeft een berg van 150 miljard ton op zijn rug. En hij is heel kwaad. Het is een cover door Bob Layton getekend. Dus dat is mooi. De meeste is door Mike Zack gedaan. En natuurlijk ontbreken er wat covers in de Nederlandse edities. Want het zijn 12 Amerikaanse comics. En ik geloof dat de Nederlandse serie tot nummer 9 ging. Maar eigenlijk is dit wel misschien wel de mooiste cover van Geheime Oorlogen. Dat Spider-Man zijn nieuwe kostuum krijgt. Mooie plaat. Zo van oké, zo ziet dat ding er dus uit. Wat alleen een beetje jammer is. Als je gewoon Amazing Spider-Man las, dan had je dat kostuum al in actie gezien. En dit was het 8e nummer van Secret Wars. Dus dat is 8 maanden in de serie. En Spider-Man verdwijnt in het ene nummer. En het volgende nummer van Amazing Spider-Man komt hij alweer terug van Secret Wars. Dus heel veel Marvel-fans hadden eigenlijk dat kostuum al gezien. Maar dat maakt... Nou, de cover op zichzelf niet minder dramatisch. Als in mooi en expressief. Bestelden jullie vroeger ook wel eens bij Bart en René Visser? Hoe kwam je eigenlijk aan back issues in die tijd? Daar ben ik wel benieuwd naar. Had je een goede stripwinkel die alles op voorraad had? Ik bedoel, bij het Gele Teken hadden we aardig wat in de tweedehands bak, hoor, wat je kon kopen. En zo kon je je verzameling aardig compleet maken, maar natuurlijk lang niet altijd. En op stripbeurzen in Nederland waren er niet altijd comics te koop, als ik me goed herinner. Het is nu natuurlijk in de Comic-Con is dat anders. Dan kun je gewoon aardig wat comics kun je kopen. En tegenwoordig is natuurlijk dankzij het internet kun je heel makkelijk aan dingen komen. Ik had de wiki staat vol met oude Junior Press comics vaak. Maar wel benieuwd hoe jullie dat vroeger deden, back in the day. We hebben het over de jaren 80 en jaren 90 vooral, zeg maar. Dus laat me dat vooral weten in het commentformulier. En dan ga ik weer even verder met een shot maken voor Amsterdam Comic Geek. Ik ben nu een paar weken bezig met Amsterdam Comic Geek weer. En het is erg leuk om te doen, om vlogs te maken over comics in het Engels. Want ik kom zo ook in gesprek met buitenlandse stripliefhebbers. Onder andere Syke van de Venom Vlog. Die vlogt heel veel over Venom. Maar ook over andere dingen die heel erg zijn passie heeft. Waar hij heel erg gepassioneerd over is. En met Freestar Vagabond. Het is een Zweed. Die eigenlijk travel logs maakt. Maar die heb ik
ooit ontmoet online dan, omdat hij een comment achterliet op een vlog van mij. En dat vlog ging over een hele toffe science fiction bookstore in Zweden, waar ik geweest ben in Stockholm. Zo leer je elkaar kennen, dat vind ik echt heel erg, is heel erg leuk. Dus ja, het is goed om te doen. En het poetst ook meteen mijn Engels weer een beetje op. En dat is ook wel fijn. Want we wonen weliswaar in Amsterdam, dus er wordt vaak Engels tegen je gesproken hier al. Maar dat is toch anders dan wanneer je een verhaal moet formuleren over Spider-Man of over andere comics en dat soort dingen. Maar het moet nog groeien, dat kanaal. Dat is het nadeel aan YouTube. Dingen duren gewoon lang voordat je veel kijkers hebt. Maar dat is ook weer niet zo erg, want ja, elke comment is, het is leuk om te krijgen, zeg maar. Dus mocht je het nog niet volgen, volg vooral mij op Amsterdam Comic Geek. Als je van comics houdt. Anyway, dankjewel voor het kijken naar deze vlog. Ik zou zeggen, op naar de volgende.